De focus bij gezondheidseducatie moet gelegd worden bij niet overdraagbare aandoeningen. Minister Amar Ramadan van Volksgezondheid deelde zijn visie op dit stuk vrijdag tijdens de certificaatuitreiking van het programma Leadership for Change van de Raad voor Verpleging in Suriname. Ramadan zegt open te staan voor discussies over het vraagstuk van gezondheidseducatie. We waren gisteren met UNICEF in een mental health session. En wat betreft NCD's, daar hebben wij al besloten recentelijk, dat hebben de CARICOM-ministers ook al beslist, dat er een alliantie moet komen tegen de opmars van de epidemie voor NCD. En voor uw informatie, we hebben afgelopen week met Fernandes gezeten. De volgende week zitten we met SAB, Parbobier, de fastfoodketen, grote bedrijven die ons moeten gaan bijstaan en samenwerken om voorlichting, awareness te vergroten ten aanzien van NCD's. De groep afgestudeerde verpleegkundigen van de cursus kunnen ook ingezet worden voor gezondheidseducatie. Volgens de bewindsman is er veel werk aan de winkel voor het op gang brengen van bewustwording ten aanzien van gezondheidseducatie. Je kunt ons helpen in de praktijk om de onnodige kosten, de verspillingen en de inefficiënties te beheersen. Want u staat aan bed en u beslist hoeveel gaasjes u gebruikt voor een wond. U beslist hoeveel leukoplast gebruikt wordt. U beslist misschien niet dat er ECG gemaakt moet worden, maar u kunt ook helpen nadenken en de arts vragen als het echt zinvol is. Ik denk dat het ook belangrijk is, want de medisch directeur van het Slans Hospitaal is hier, we hebben het vaker gezegd, de kosten kunnen beheerst worden als wij landelijk ons committeren aan de detailafspraken in het veld. Ramadan zegt dat er binnen het beroepenveld meer nagedacht moet worden over het efficiënter werken. Verpleegkundigen en artsen die in contact staan met de patiënt zullen nodig zijn om in het veld de inefficiënties weg te werken.